Hey, ik ben Anthony van in Studio. In deze video zullen we het hebben over een zeer belangrijke hamvraag. We gaan het hebben over waarom klinken sommige solo's beter dan andere. En daarvoor zullen we ook een stukje in de muziektheorie duiken. Vandaar mijn whiteboard die ik vandaag hier heb opgesteld. En de muziektheorie die gaat ons eigenlijk veel antwoorden geven rond deze vraag. En wat we exact zullen gaan doen, dat is een uh, opdeling um, gaan doen van verschillende noten. Want als we bijvoorbeeld een toonladder spelen, zoals een A-mineur toonladder, dan krijgen we eigenlijk in totaal een zevental noten. Zeven noten om het precies te zijn. En die zeven noten zijn niet allemaal gelijk ingedeeld. Afhankelijk van waar dat we in de akkoord precies spelen, dus eigenlijk over welk akkoord we aan het spelen zijn, dan zijn er sommige noten die heel anders gaan functioneren dan andere noten. Dat is heel Belangrijk om dat te weten, dat is wel al gevorderde materie. Dus als je gisteren met de gitaar begonnen bent, dan zul je nu zo wat een explosion en de bovenkamer waarschijnlijk voelen. En zoiets hebben van, wow, wat is dat hier al? Dan zou ik zeggen, zeker even gewoon de video's bekijken over kampvuur gitaar spelen en de eerste stappen als begin de gitarist. Maar voor de mensen die wel al jaren spelen, maar echt op zoek zijn naar van, hoe kan ik mijn gitaarsolo's verbeteren? Dan zal dit wellicht antwoorden bieden. En wat ik hier op het bord zal opschrijven, dat is het volgende. Dat zijn eigenlijk de drie soorten noten. Dus, zoals ik dat juist al zei, als, op ieder moment in een gitaarsolo hebben we eigenlijk verschillende soorten noten die we kunnen gaan spelen. Niet iedere noot is hetzelfde. De eerste, noot had eigenlijk, de eerste soort noot gaat eigenlijk een zeer stabiel geluid opleveren. En ik noem het even stabiel, dat is niet een exacte muziektheoretische term. We zullen het er straks over hebben, hoe, hoe dat die noten dan noemen en de muziektheorie. Um, maar een stabiele noot is, is eigenlijk gemakkelijk om voor je te zien of horen hoe dat, dat zou klinken. Een stabiele noot klinkt zeer vertrouwd, huiselijk stabiel dus. En dan uh, noten 2 en 3 zijn eigenlijk onstabiele klanken. Die noten klinken in het geval van die tweede noot, zullen we straks zien, rustelozer. Ik zal ook straks voorbeelden spelen op mijn gitaar, dan kan je het gaan linken met de theorie. Dus op ieder moment in een solo hebben we dus eigenlijk stabiele noten en onstabiele noten. En je hebt misschien al van de term chord tone targeting gehoord. Ik zal het even opschrijven: chord, akkoord, tone, toon. Akkoord, toon, targeting, is eigenlijk het gebied van uh, praktische muziektheorie dan, waarop dat we gaan zeggen van kijk, als je op een bepaalde noot gaat targeten, landen, dus een noot als laatste van je lick gaat nemen, of van een run, of van een melodie, dan gaat dat ofwel een stabiele noot zijn of een onstabiele noot. En hier kunnen we nog een onderverdeling maken tussen de tweede en de derde soort noten. We zullen dat straks doen. We zullen eerst de stabiele noten bekijken. Dus een stabiele noot in de muziektheorie, de klassieke uh, muziektheorie, gaan we dat een noot noemen. En um, de jazz... Uh, Harmonieleer en alleen de muziektheorie noemen we dat anders, no, noemen we dat gewoon een chord tone of een stable tone. Dat kan je misschien ook wel tegenkomen. Dat is een gemakkelijke term om te gebruiken. Nu die consonante noten, die verschillen ook van de dissonante noten. Dat in de klassieke muziek, spreken, van ze, spreken we hier van dissonante noten en hier ook gebruiken we dezelfde term, maar er zijn eigenlijk twee niveaus zeg maar, van dissonante noten. En we zullen het er direct ook over hebben. Nu eerst het gemakkelijkste om te gaan um, verkennen. In het begin, dat zijn de stabiele noten, de stabiel klinkende noten. Dus stel je voor dat je een lick speelt en je landt als laatste noot op een stabiele noot, gaat, dan hebben we het over een chord tone. Dus een noot die in het akkoord zit. Dus bijvoorbeeld als ik het muziektheoretisch uitleg en we spelen over een C-akkoord, dan hebben we drie verschillende noten, want we spreken over een Griek klank. Als je niet weet dat er drie noten in het C-akkoord zijn, dan is al die materie nog een beetje prel voor je. Maar probeer gewoon eventjes mee te gaan met mij dat eigenlijk het C-akkoord bestaat uit louter drie noten, respect respectievelijk de C, de E en de G-noot. Als we dus een melodie spelen en op het exacte moment waarop dat we die melodie gaan eindigen, uh, speelt het C-akkoord. Dan gaan we eigenlijk spreken van een stabiele noot als we een van die drie noten gaan spelen. Dat gaat ook heel vertrouwd klinken. Dat gaat nu niet echt heel veel spanning opleveren. Dat gaat eigenlijk, als er al spanning opgebouwd is, voorheen dan, gaat die die spanning oplossen. En dat is een belangrijk concept eigenlijk. Heel veel van muziektheorie kunnen we gaan uh, herleiden naar of van muziek in het algemeen kunnen we gaan herleiden naar eigenlijk een samenspel tussen spanning en oplossen. oplossing. Dus tension en resolution. Dat is eigenlijk waar de muziek om draait. Grotendeels kunnen we dat naar gaan herleiden. Dus als we bijvoorbeeld in een solo enkel maar die chordtones tones gaan gebruiken, gaat dat heel stabiel klinken. Een beetje saai eigenlijk. Vandaar dat we ook die tweede soort van noten nodig hebben. Dus bijvoorbeeld de onstabiele noten, hier het eerste niveau ervan, van die onstabiele noten, het eerste niveau van dissonanten. Dat noemen we eigenlijk de extensions. Dat is ook de exacte term dat ze in jazz uh, theorie hiervoor gaan gebruiken. De jazz theorie gaat eigenlijk uh, ja, lichtelijk verschil van de klassieke. Uh, muziektheorie. En die hebben ook heel veel gelijkenissen, maar de ter terminologie is soms anders. Dus dissonanten. En dan in de jazz gaan we van een extension note spreken. Extension notes, dat zijn alle noten die niet in het akkoord zitten waar dat we over spelen. Dus als we bijvoorbeeld echt gaan spelen over ja, we spelen altijd over akkoorden, maar als we ons gaan richten op specifieke noten die we gaan uitkiezen om op te targeten, om op te landen, dan gaan we eigenlijk gaan zeggen van: kijk, een extension note, dat zijn al die noten die niet in het akkoord zitten, maar wel in de toonladder. Dus bijvoorbeeld als we in de toonsoort van c majeur spelen, spelen we al deze noten: C, D, E, F, G, A, B. Als dat nieuw is en wist niet dat door de mifasolatie dat dat wil zeggen C, D, E, F, G, A, B en dat die noten in een C majeur toonladder zetten, dan is dat ook allemaal even prel, maar go with the flow. Even gewoon aannemen dat die noten in C zitten. En dan krijg je eigenlijk de volgende toonladder: C, D, E, F, G, A, B. De kleine noten, dat zijn die extensions. We gaan eigenlijk ook. Ik zeg het verkeerd. Die B-noot is eigenlijk in het geval van de c Major 7. Uh, hoort die bij de vierklank? Het gaat eigenlijk dan voornamelijk over die D-, F- en A-noot. In dat geval dat de extensions zijn. Dat zijn de noten die eigenlijk heel veel spanning gaan opleveren. En die spanning is eigenlijk natuurlijk hetgene die de gitaarsolo zo een kinky. Uh, ...edge heeft. Zo, een solo die echt binnenkomt. Want hier gaan we de spanning mee opbouwen. Door eigenlijk die noten te gaan gebruiken... ...als targeting tones. En als we die noten gaan targeten... ...dan gaan we veel spanning kunnen bouwen. En dat is heel vaak de missing link... ...in uh, bepaalde mensen hun gitaarspelen. Zeker ook al op gevorderd niveau, half gevorderd niveau. Want ze gaan vooral voor de stabiele noten. Waarom? Omdat ze geconditioneerd zijn... Om eigenlijk stabiliteit te zoeken. Dus als ze gaan improviseren, gaan ze noten gaan targeten die uitsluitend stabiel zijn. Als ze dan bijvoorbeeld een van die extensions, die onstabiele noten gaan spelen, dan gaan ze heel vaak terug naar een stabiele noot, heel snel naar een stabiele noot dus lopen. Dus stel je voor, je speelt 1, 2, 3, 4, 5 noten in een bepaalde melodie of een lik een uh, run die je speelt, de eerste twee, drie, vier noten hebben zeker ook een belang, maar het is eigenlijk die laatste noot die heel veel uh, gaat bijdragen. Natuurlijk als we, we bijvoorbeeld de tweede noot, ik zeg nu maar, uh, langer gaan spelen, en dat is eigenlijk een noot die we lang aanhouden, dan gaat die ook zeker uh, in de hiërarchie. Een belangrijke meerwaarde hebben, maar we zullen nu even om de zaken simpel te maken ons op de laatste noot van de lik um, of de melodie rechten. Dat wil dus ook zeker niet zeggen dat die noten geen belang hebben en dat welke noten dat we daar spelen, dat we dat niet kunnen gaan analyseren in die volgorde. De eerste noot van de lik is zeker ook belangrijk. Dat kan een stabiele noot zijn, dat kan ook een onstabiele noot zijn. Nagelang dat we stabiel of onstabiel spelen op die eerste noot, gaat dat ook weer een ander effect hebben. Maar voor het allemaal simpel en verteerbaar te houden, vooral, gaan we ons richten op de laatste noot. Stel je voor dat we op die laatste noot nu eigenlijk zo'n onstabiele noot spelen. Dat gaat dat enorm tof klinkt. Ik zal straks een voorbeeld op de gitaar geven. Maar wat dat de minder ervaren gitaristen doen, is eigenlijk, oh dat klinkt onstabiel, wat doen ze? Ze schuiven direct of ze gaan direct doorlopen naar een stabiele noot. Dus ze geven niet genoeg ruimte om de spanning eigenlijk in hun gitaarspel te doen toenemen. En in hun eigen hoofd of in het hoofd van de luisteraar is dat moeilijk benoembaar. Dan merk je wel van, oké, okay, die gitarist klinkt bijvoorbeeld nogal braaf en voorspelbaar. Maar dat is moeilijk om te gaan pinpointen wat dat juist verschil is met de gitarist. Zoals bijvoorbeeld Pat Martini, om een te noemen, die echt heel briljant, geniaal gebruik maakt van onstabiele noten. En in dat gitaarspel van zo'n Pat Martini zit er ongelooflijk veel mooie. Spanning en kleur. Een extension note die gaat ook een bepaalde kleur gaan meedragen naar gelang een van die drie die we gaan nemen. Je hebt dat misschien ooit al tegengekomen, deze noot noemen we ook uh, vaak de 9th, de 11th en de 13th. Dat is eigenlijk hetzelfde dan de tweede. De vierde en de zesde noot, waarom noemen we die 9, 11 en 13? Dat heeft allemaal te maken met het toevoegen van noten. Daarom noemen ze ook de extension notes, omdat we die ook aan akkoorden, zoals het C-major-akkoord, toevoegen. En daar zal ik nu niet echt direct heel diep op ingaan, maar weet gewoon als je een Griek klank hebt en je breidt die uit naar een vierklank. En naar een vijfklank, zesklank en zevenklank, we, dat we uiteindelijk deze toon zullen tegenkomen. En dat is dan eigenlijk al uh, uitgebreidere harmonieleer. We kunnen het daar zeker ook in een volgende video over hebben. Zeker een comment nalaten als je dat interessant vindt, kunnen we daar meer op inzoomen. Maar dat gaan dus eigenlijk, eh, als je die ja, noten al tegenkomt, of die termen 9, 11 en 13, dat gaat over die extension notes. Vandaar dat ze ook een extension noemen. Ze worden toegevoegd aan het akkoord. En als wij een solo spelen, dan gaan we eigenlijk een soort lineair verhaal vertellen. Eh, op het eerste gezicht, we gaan zeggen: van, we spelen eigenlijk melodienoten. Maar niet te vergeten, die melodienoten worden over een bepaald akkoord gespeeld. Dus de toegevoegde waarde van het akkoord en de noten die we erover spelen, dat gaat eigenlijk voor een bepaalde sound, een bepaald gevoel. En dat is zeer belangrijk om niet enkel louter akkoordprogressies aan de ene kant te zien en melodieën aan de andere kant. Die twee... Het is eigenlijk de gehele sound die voor een bepaald gevoel zorgt. En dat is heel belangrijk. Daar kunnen we zeker ook nog een keer dieper op ingaan als dat je interesseert. Maar probeer ook voor jezelf te denken van... Als ik over een akkoord speel, dan speel ik in het akkoord bepaalde noten. Maar in mijn melodieën, en mijn solos, speel ik ook bepaalde noten. En die noten die we samen gaan voegen, die zorgen voor een bepaalde klankkleur. En als we dat kunnen benoemen in een akkoord, dan staan we al heel ver. Dat is al verder gevorderde stof die we zeker op een andere dag kunnen bekijken. Zeker eventjes een comment laten als dat je interesseert. Maar dan hebben we eigenlijk nog voorlopig, om niet te ver uit te wijden, de derde uh, soort van onstabiele, Allee, de tweede soort onstabiele noot, De derde soort in ons verhaal. En dat is dus ook een dissonante noot, maar een ander niveau van dissonant. We gaan eigenlijk een Outside tones spelen, noemen ze dat in de jazz harmonie. En de outside tones, dat zijn ook hele belangrijke. Die komen weliswaar iets minder voor dan de extension notes, maar de outside note, je hoort het eigenlijk al, het gaat volledig outside de toonladder plaatsvinden. Dus dat kan dan bijvoorbeeld hier. Tussen die C en D heb je nog een C kruislijn. Dat kan zo'n nood zijn. Of tussen de D en de E heb je nog een D kruislijn. En dat is eigenlijk de mol 9, kruis 9, mol 5 of kruis 5. Voor de mensen die al in cijfers denken, als dat volledig Chinees klinkt, die, dat cijfersysteem kunnen we ook anders uh, op een andere dag gaan uitleggen. Maar uh, dat zijn eigenlijk die outside toon die niet in de toonladder zijn. Dus die klinken zeer onstabiel. Zeer dissonant, zeer spanningsvol. Met die noten moeten we gaan oppassen, dat het niet te spanningsvol klinkt. Al is er geen algemene regel, en het is ook stijlgebonden. Er is geen algemene regel die zegt van ja, die outside tone. Je moet daar bende zoveel seconden, of bende zoveel beats uh, gaan oplossen naar een core tone. of naar ja, een extension note, zo nog meer spanning op, uh, opwekken. Er is ook geen regel die zegt: van als je een extension note speelt, moeten we direct gaan oplossen naar de chord tone uh, of bend zoveel beat. Dat is allemaal stijlgebonden. In jazz hebben we een hogere vorm, een hogere graad van dissonantie, naar lang ja, de soort jazz dat we spelen, natuurlijk. En free jazz, mag alles, kan je heel dissonant werken, maar het is. Ook persoonlijk. Wat je zelf eigenlijk uh, tolereert. En er is zo een tolerantie voor dissonantie. En dat is verschillend van persoon tot persoon. Hoe langer dat je speelt, meestal, als muzikant, gitarist, hoe meer uh, tole of toleranter dat je wordt voor dissonanten. En tolerantie is altijd goed. Dan komen we harmonie. Maar dat zal je merken. Achter een paar jaar spelen ga je misschien naar jazzmuziek beginnen luisteren. Die veel meer dissonanten heeft. Of dat hoeft zelf geen jazz te zijn, er is ook rock en popmuziek maar met meer dissonant. En dan ga je misschien beginnen openstaan voor andere stijlen, omdat je vroeger niet voor open stond. En dat heeft eigenlijk gewoon te maken met het feit dat je die dissonant beter verteert en dat dat muzikaler begint te klinken. Terwijl in het begin, ja, een kleuter ga je ook geen eh, dissonante jazz gaan voorleggen, dat begint met kleuterliedjes. Dus dat is een beetje een groeiproces meestal. En dat hoeft ook niet bij iedereen zo te zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie soorten noten en om het allemaal praktijkgericht te houden zal ik het even voorspelen dat je het kan horen. Goed, dus de akkoordprogressie die ik hier als voorbeeld zal stellen komt heel vaak voor in verschillende stijlen van muziek, maar zeker ook in jazz, heel populair. 2-5-1 is een uh, D-mineur akkoord die ik zal spelen. Ik zal het voorlopig gewoon met drie uh, klanken noemen. Dat is eigenlijk een akkoord die uit drie noten bestaat, D-minuut. Dan spelen we het G-akkoord. G, B, D, dat zijn de noten in dit akkoord. En dan land ik op onze C. Ik zal die even met de looper opnemen. En dan kunnen we daarover spelen. En het eerste wat ik als voorbeeld wil stellen is de stabiele noten. Dus ik ga een paar noten spelen, een vijftal noten. En de noot waarop ik zal landen. Over het C-akkoord, op het moment dat we het C-akkoord horen, uh, gespeeld horen via de looper, gaat de stabiele noot zijn. En dan ga je direct zeggen: Ah ja, dat klinkt inderdaad stabiel. Heel ja, voorspelbaar braaf. Een beetje saai soms. Uh, we kunnen alle drie de noten van dit C-akkoord gaan targeten. Dus dat zal ik ook even doen. En dan iedere noot zal ook een beetje anders klinken, maar nog altijd redelijk voorspelbaar en braaf. En dan gaan we naar die onstabiele en dan ga je beginnen denken van wow, dat is inderdaad anders. Stabiele noot. Dat was de C-noot. Dus dat was de C-noot, je merkt. Tudu, 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 tudu. Heel stabiel, een beetje saai voorspelbaar. Maar wat we nu kunnen doen, is eigenlijk uh, ja, bijvoorbeeld ook de E-noot, de terts van het akkoord, ook wel genaamd, deze kunnen we ook gaan targeten. zal ook uh, ja, minder voorspelbaar, minder saai klinken dan hier de grondnoot, de root note. De C-noot was nogal voorspelbaar, <tags> E-noot zeer subtiel, zeer een soort um, ja uh, verfijnde, vrouwelijke touch dat die tarz heeft. heel um, melodieus en hoe zou ik zeggen, een soort um, de tarz heeft altijd een bijzondere kwaliteit dat hij heel gevoelig kan klinken. De grondnoot was boom voorspelbaar, die E-noot klonk helemaal anders, maar nog altijd stabiel. Um, en dan hier, de G-noot. Dat is eigenlijk de derde noot die in dat C-major akkoord zit. Als we daarop gaan landen, had hij eigenlijk een heel mooie, uh, uh, ook stabiele noot geven. Niet zo voorspelbaar dan de grondnoot, maar wel ook heel mooi. En dat wil trouwens niet zeggen dat we nooit op de C-noot, op die grondnoot mogen landen bijvoorbeeld. He. Maar we kunnen daarmee experimenteren. En door daarvan bewust te zijn, dan weet je, ja, dat zijn allemaal mogelijkheden, maar dat kan je het kan kiezen. Maar die noot... Gaat eigenlijk zo gaan klinken. Nu ga ik op die land. Dat was op de HE noot en je merkt klinkt, oops, Die klinkt die Hénoot ook weer anders dan die drie andere, maar nog altijd stabiel, en dat is eigenlijk hetgene wat ik daar juist ook wou schetsen als we op de onstabiele noten gaan landen, dan gaan we eigenlijk echt spanning kunnen. Opbouwen. En zoals dat ik dat juist al zei, eigenlijk muziek kunnen we reduceren tot tension en resolution. Ook al is dat heel kort op de bocht, er is veel meer achter de scherm. Maar tension en resolution, dus spanning en oplossing, wordt heel vaak gebruikt om eigenlijk uh, de muziek uh, te gaan schetsen. En wat dat er hier gebeurt, speelt zeker ook daarin mee. Als we nu op een van die onstabiele noten gaan landen, ga je merken van wow, we bouwen spanning op. En ik zal eerst op die 9 land, de D-noot. Dus je merkt dat is een heel subtiele vorm van spanning. En als, ja, in de context van het is een noot die je niet zou verwachten als laatste noot van een lik. Daarom zou ik hem ook niet. Gewoon zo laten. Eén keer dat je spanning opbouwt, kan je eigenlijk ook niet anders dan iets verder te gaan doen. Ofwel die spanning terug te gaan oplossen naar een stabiele noot. Ofwel nog meer spanning op te bouwen. Maar zoals dat ik dat juist zei, wat dat de meeste onervaren gitaristen, of de gitaristen die nog niet die ervaring hebben. misschien van nature hebben ze dat. Dat kan ook zijn dat ze er een soort bepaald talent voor hebben. Maar degenen die nog niet dat talent hebben ontwikkeld om die spanning te gaan opbouwen, die gaan die direct oplossen en die gaan direct dit doen. En die gaan doorschuiven of doorlopen naar een stabiele noot terug. En dan gaan we eigenlijk heel veel ook terug in de prullenbak gaan smijten van wat dat de waarde, de potentiële waarde is van zo'n onstabiele noot, zo'n dissonant. Zo'n extension. Nu zal ik hetzelfde doen op de F-noot. Ook weer een onstabiele, dus dissonante noot. Een van die extensions, de 11 Je ziet, dat bouwt heel veel spanning op. Dus daar moeten we natuurlijk, afhankelijk van wat je persoonlijk zelf uh, uh, mooi vindt, gaan terug oplossen. We kunnen daarop landen, maar dan klinkt het heel spanningsvol. In bepaalde stijlen wordt dat wel gedaan. Maar hier, ja, vanaf dat je daar lang op blijft, een aantal seconden, begint dat heel frank te klinken, spanningsvol. En dat is natuurlijk het mooie ervan. Stel je voor dat we dat niet gebruiken, die noten, dan ja, klinkt het allemaal zeer voorspelbaar. En dan eh, tot slot de 13th. Nu ga ik op de A-noot gaan landen. Nu heb ik die ook direct ja, achter een paar beats gaan oplossen naar de GE noot. Wel een stabiele noot, omdat die wel ook spanningsvol klinkt, die 13. Natuurlijk, we kunnen erop blijven, of we kunnen zeggen van we gaan van een onstabiele noot naar nog een onstabiele noot gaan. Dus nu heb ik eventjes op die A-noot geland, maar dan uiteindelijk ook wel gaan oplossen naar, ja, eigenlijk een passing tone gebruikte G-noot. Dan naar de F-noot gegaan, ook weer een onstabiele noot, maar deze dan opgelost in de ters Omdat uiteindelijk, ja, het is, het is allemaal persoonlijk en het heeft ook te maken met het uh, exacte gevoel die je wil gaan uh, recreëren. Zoals dat je ziet, de 9th was redelijk gemakkelijk om op te landen. Uh, we konden dat gerust verder op de uh, 11 en 13 het worden al uh, redelijk uh, spanningsvol. En dan als je kijkt naar die onstabiele noten, de, derde of de tweede vorm van onstabiele noten, en de derde soort noten, waarop dat we hier onze verdeling maken van. Uh, waar dat we oorspronkelijk mee begonnen zijn. We hebben ook de outside tones. Outside tones, je hebt het bijvoorbeeld misschien gemerkt in het begin van de vorige lick dat ik speelde, begon ik met dit. Dat zijn allemaal, alleen het zitten daar verschillende outside tones tussen. Dat zijn al de noten die hier niet in die reeks van C majeur van de toonladder staan. Ik zal even een voorbeeld geven. Vooral over het H-akkoord gaan die heel goed klinken omdat um, dat heeft te maken met harmonieleer, wat ik nu voorlopig niet te veel over ga uitweiden. Dat is een 5-1 progression eigenlijk en uh, harmonieleer, noemen ze dat, een perfecte kadans. Die gaat uh, heel klimactisch klinken en daar kunnen we ook al die crazy stuff over doen. Ik zal even een voorbeeld geven met de crazy notes, de outside tones. Outside notes, moeilijker verteerbaar, moeilijker ook te gebruiken, maar we moeten die wel gaan oplossen, anders klinken ze helemaal outside. Terwijl je free jazz wel speelt. Van Halen speelde heel vaak ook om uh, in de hedendaagse muziek in uh, uh, te binden, bijvoorbeeld. Uh, en dan uh, zijn er heel veel ja, muzikanten, zoals ja, Pat Metini, de jazzers, gaan die vaak gaan gebruiken. Uh, Robin Ford, Scott Henderson. Heel veel van de modernere soorten van ja, blues, jazz, vooral jazzgitaristen, of toch gitaristen ja, die al dicht in de jazz staan, gebruiken heel veel outside notes omdat hij heel kinky kan klinken. Dat kan heel veel spanning opbouwen, maar we moeten dan ook natuurlijk leren door het veel te doen. Veel naar muziek te luisteren helpt ook. Om die op te lossen in de stabiele noot. Dus dat was een hele boterham. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en dat je het leuk vindt. Zeker even op de nieuwsbrief abonneren als je deze nog niet ontvangt. Iedere maandag sturen we een mailtje met eigenlijk allemaal info voor gitaristen. van verschillende niveaus: zowel uh, gevorderd, kom dan bot, half gevorderd en soms ook beginner. Dus zeker even abonneren op de nieuwsbrief op de website die je in de link hieronder de video vindt. Dan krijg je daar de wekelijkse nieuwsbrief. Um, ook even subscriben op het YouTube kanaal, dan krijg je alle nieuwste YouTube video's uh, rechtstreeks op je home feed te zien. En laat gerust een comment na wat je van de video vindt. Leuk om altijd iets van de mens aan de andere kant van het scherm te horen. En ik zou zeggen tot in de volgende video dan.